gedaan aan de kunstknuffel. Ja. Is dat goed bevallen, dat knuffelen? Dat is, ik had weliswaar een jongen als partner, dus dat knuffelen was betrekkelijk. En we hielden toen toch al een beetje afstand, want we zaten al helaas in vorig jaar, juni, juli spreek ik over, in coronatijd. Stichting Smaak organiseert in Amersfoort kunstprojecten voor kwetsbare groepen. En we hebben ons vooral gericht op ouderen. We waren bezig met de voorbereiding voor een volgend museum, maar alles viel stil. Jullie, wij allemaal, werden overvallen door corona en toen moest er iets anders. Daar kwam dit kunstknuffelproject uit? Ja, dat klopt. Ik heb mijn collega's Andries Potter en Marie-José de Bie erbij gehaald en we zijn gaan zoomen, zoals we allemaal doen. En na een kwartier hadden we al een project. We zijn heel blij met die glossy. Hij is ook gewoon mooi en het is leuk om hem uit te reiken en zien dat mensen zo enthousiast worden van dit magazine wat we gemaakt hebben. We hebben natuurlijk al gezien dat mensen enthousiast zijn over het project, maar het is mooi om terug te zien dat mensen in dat glossy kunnen zien wat ze zelf hebben gemaakt, ook om het te delen met andere mensen. Wat triggerde u om mee te doen? Ik heb mij al heel vroeg stadium opgegeven, via internet inderdaad, bij de organisatie. Ja. Toch contact met anderen waar ik behoefte aan had en heb. En dan nog iets met kunst, dat vind ik ook een leuke bezigheid. En het kwam spontaan bij me op en ik denk, ik ga gewoon meedoen en ik zie wel hoe het uitpakt. Bram heeft de organisatie aan mij gekoppeld. Bram die kwam naar mij toe. Ik woon hier in dit huis. Ja. En we hebben van elkaar even gehoord hoe sta je in het leven en wat beleef je nu. Ja. En dat klikte? Dat klikte, inderdaad. Leuk. Hij zat in een heel andere wereld dan ik, dat mogen duidelijk zijn. Er zitten ook heel veel jaren tussen. Hoe zijn jullie aan het kunstwerk, het idee voor het kunstwerk gekomen? Ja, dat is bij mij ontstaan. Mijn vrouw en ik, mijn vrouw is helaas hier 3 jaar geleden overleden. Mijn vrouw en ik gingen altijd 's winters naar Portugal, naar de Algarve, Monte Gordo. Half Nederland zit daar 's winters. En dat deden we jarenlang, zeker toen wij in 2000 in Amersfoort vanuit Drachten hier kwamen wonen. Portugal, dat was de inspiratiebron? Dat was met name de schelpen die ik meegenomen had. Ook ter herinnering aan haar, want zij was er dus niet meer. En die zie je dan ook hier in het kunstwerk netjes opgeplakt op het zand, zeg maar. Ja. Maar dat was eigenlijk de aanleiding. Ik zei tegen Bram, ben je het mee eens? Ik wil graag mijn schelpen verwerken en ik wil... hij zegt, dat vind ik een prima idee. En corona was toen helaas ook zeer actueel geworden. Ja, was ook actueel. Dus toen we later een naam moesten bedenken op verzoek van de organisatie, zei ik, coroné. De mooiste combi, wat jou betreft? Heel veel mooie combi. Het zijn alleen maar mooie combi's. Het is geen wedstrijd, maar dit is veel interessanter omdat het leeftijdsverschil hier het grootste is. Ja. 75 jaar. Ja. Dus moet je voorstellen, er komt iemand op bezoek die is 75 jaar jonger. Ja. Of je gaat naar iemand die is 75 jaar ouder. Dat is best spannend. Ja. Maar allebei open armen, gelijk 1,5 uur met elkaar. Vertel hoe het is in coronatijd. Ja. En dat is natuurlijk echt heel verschillend of je 17 bent of 92. Wat we al gedaan hebben is bijvoorbeeld kaartjes sturen naar iedereen in de wijk. En dit is eigenlijk nog een upgrade om mensen echt specifiek te bereiken en een band op te bouwen met mensen die alleen zijn. Ik doe eigenlijk elke kunstdiscipline omdat ik het niet leuk vind om maar 1 ding te doen. Tekenen doe ik het meest, maar elke dag wat anders. Dus ze hebben een vogel gemaakt, dus echt een grote vogel. En daarop staan alle kinderliedjes van mevrouw geschreven. En daarmee zijn die dus ook bewaard. En ik heb met Bob Bouws, die jullie net ook hebben gezien, ervoor gestaan. Sommige liedjes ken ik niet, dat verwacht ik ook. Maar ook voor Bob zijn er liedjes bij die hij niet kent. Dus het is mooi dat zoiets nu ook bewaard is. De glossy? Ja. Naar verwachting? Of had u geen verwachting bij die glossy? Nou, die had ik totaal niet. Ik wist niet dat. Ik wist wel dat er een krantje uit zou komen. Maar dan denk ik meer inderdaad zo'n simpel krantje. Maar toen ik dit zag, nam respect voor degene die het gemaakt heeft en de organisatie die dat zo bij elkaar gebracht heeft. Dan geven we dat door. Echt fantastisch gedaan. We zitten nu te denken aan 2022.
20 en dan hopen we toch weer grotere projecten te kunnen doen. Eerst driftig vaccineren en dan weer flink en dan kunst hopen op maken. Betere tijden. Ja. Mensen die zeggen van ja, maar dat wil ik ook wel zien. Waar kunnen die hem vinden? Ja, dan kijk je op de Stichting Smaak, website van Stichting Smaak. En daar staat een, daar staat hij ook online, dus de bladen PDF staat erop. En je kunt hem ook bestellen. Afhalen. Hij is gratis, maar een donatie stellen we natuurlijk zeer op prijs. Ja, want van de lucht kunnen we niet leven, hè? Dat klopt, ja. Goed. Heb ik je niet gevraagd wat ik wel moest vragen? We brengen de klosje naar alle bewoners van verpleeghuizen in Amersfoort.